We hebben vanmiddag konijnen- en spreekuur. En dat betekent dat mensen zonder afspraak bij ons binnen kunnen lopen met hun konijn. En dan vaccineren we de konijnen. Dus op die manier proberen we dus te voorkomen dat konijnen ziek worden. De sfeer straks is fantastisch, want de hele wachtkamer zit dadelijk vol met konijnen en konijneneigenaren. En dat is gewoon heel gezellig, want iedereen kijkt eventjes van, oh, wat heb jij meegebracht en hoe groot is jouw konijntje? En ja, dat is gewoon superleuk. Het is hartstikke gezellig en één grote drukte. Hey meiden, kom binnen. Ze moesten allebei twee prikken, hè? Hi knapperd. Gaat het goed? Ja, hè? Ziet er goed uit. Dan is het belangrijk, want het kost best veel geld. Ja, nou, myxomatose komt regelmatig voor. En het maakt niet uit of je een binnen- of buitenkonijn hebt, want het wordt overgebracht door stekende insecten. Dus zelfs binnenkonijnen kunnen het oplopen. En ik heb wel jaren gehad dat ik achter elkaar ze in kon laten slapen. Het is heel triest. Het is onder de huid. Het doet niet zozeer als, onze prikjes. Die gaan in je spier en deze gaan onder de huid en daar is heel veel ruimte. Ja, het is al gebeurd. Ze zijn niks. Ik heb wel nog een vraag. Ja? Hoe oud kunnen konijnen zoals deze worden? Nou, dit kleine formaatje, die kunnen wel 10 tot 15 jaar oud worden. Ja, volgende twee. Ja. Dat is ook wel eens anders. Ja, hè? We doen er twee, hè? Ja. Oh, Siel toch. Het is wel heel kaal, hè? Dag, liefje. Konijnen is echt mijn ding. Konijnen en knaagdieren zijn eigenlijk mijn grote passie. Ik doe heel veel konijnen, maar ook ratten, hamsters. Heel soms een fret, maar dat is dan weer niet een knaagdier. En cavia's zien we ook wel. En we doen ook gebitten, want die problemen zie je veel. En ja, ik vind dat heel erg leuk om te doen. Ik ben al vanaf kinds af aan gek op konijnen sowieso. Dus. Hi, Pieter. Hoe gaat het? Ja, geen vermindering in dikte. Hij speelt erin. Geweldig. Wat heeft het konijntje meegemaakt? Hij is aangevallen. Door waarschijnlijk door een. Was dat een bunzing? Bunzing of een marter? Bunzing of een marter. Bunzing. Ja. Ik denk een maand of twee geleden is er een. Enorme toename in het aantal aanvallen door bunzingen / marters. We weten het niet precies, heel veel mensen zien ze wel ook. Het zijn marterachtige dieren, die vallen die konijnen aan. En die kunnen door hele kleine gaatjes in het hok. En ja, het nare is dat ze heel snel zo'n konijntje doden. En het allernaarste is dat ze ze vaak dan niet mee kunnen nemen weer het hok uit. Dus ze maken ze dood, maar eten ze niet op. Even kijken, Pieter, onder je kin. Hoe het is. Nou ja, ik lag gewoon lekker te slapen, maar mijn vrouw hoorde gillen in de tuin. Echt gillen, letterlijk. Dat was vreselijk. Nou, dan ga je uiteraard kijken, dus jouw tuin. En dat was je eigen konijn. Ja. Ja. Uitgebroken. Dus dat was een dermate gevecht dat hij ook uit het hok is gebroken. Ja, hij stond dus ook letterlijk in de tuin. Kijk eens, moet je kijken. Hij reageerde helemaal niet. Zie? Hij heeft al één gehad. Kijken. Nou, tot volgend jaar. Liever niet eerder, hè? Nee, precies. Weer bedankt, hè? Doeg.